coronadag, ik weet het niet, ik tel de dagen niet. Hey, iedereen zit in hetzelfde schuitje en hier ben ik weer. Moet jullie toch bezighouden en je denken triggeren, niet? Mijn haar groeit, ik mis wel een en ander. Ik kook voor 10 man, terwijl ik maar voor 2 moet zorgen. En ik zie op mijn social media kanalen dat jullie lustig drinken en eten, geloof me. De fitnessindustrie gaat haar start niet missen na de corona-lockdown. Hoe erg is het? Hoe hard moet je twijfelen? Hoe exact moet je de opgelegde maatregelen van de overheid, de staat, volgen? Ik weet het niet. Maar op het vlak van communicatie blinkt onze staat-overheid niet echt uit. Hè? De ene keer mag je je vriendin zien, de andere keer niet. Dan weer wel in hetzelfde dorp, dan mag je wandelen, dan handje houden, dan niet kussen. Wat is het nu? En volwassenen mogen wel smossen met een lief dat je al enkele jaren kent, maar jongeren niet. Serieus. De laatste weken zie ik veel opofferingen van privacy, van apps die ons tracken, tracen en veel meer. En ik zei het vorige keer, we offeren onze vrijheden op, misschien hopelijk tijdelijk, terecht omdat we niet weten hoe hard en erg het coronavirus is in onze omgeving. Oké, fine, ik begrijp dit wel. Maar ik zal mijn kritisch denken eens etaleren. De wereldbevolking is ongeveer met 7,8 miljard mensen. 39%, zo'n 3 miljard, zit binnen omdat er een kleine 23.000 doden zijn gevallen. Heb je mijn denkpisten? Oké, Italië, Spanje, hoge cijfers van doden bij vooral ouderen. En we worden zot gemaakt door berichtgeving die de ene na de andere paniektitel creëren. En dat helpt ook niet voor onze state of mind. We zijn overgeleverd. Ons lot ligt dus in handen van politici, stel je voor. Alsof in dit land er al jarenlange verstandige beslissingen werden genomen. En nu zien we een overheid die de ene maatregel na de andere aankondigt, de economie wil steunen met allerlei ingrepen. Goed, maar laten we eerlijk zijn, geen geld hebben. Een kratergat in de begroting en het geld wordt uitgedeeld. Ben ik nu een moeilijk mens door dat ene vraag te stellen wat journalisten niet meer doen? Hoe ga je dat betalen als staat? De begroting was voor corona al een ramp. Dus leg eens concreet uit, waar ga je als staat het geld halen? Oh ja. En by the way, ik heb in het parlement gezeten, lang genoeg, 10 jaar. We verhogen de schulden. Voilà, opgelost. Ik mis concrete antwoorden. En dat verdienen we in crisistijden. Ik vrees, beste vrienden, dat als de coronacrisis bedwongen is, wij allemaal een pijnlijke rekening gaan betalen. Want ondertussen worden de lonen van politiek, ambtenaren, kabinetten, adviseurs, overheidsexperten gewoon doorbetaald. Ook al doen ze niks en zitten ze binnen, zoals jij en ik. En natuurlijk ga ik op deze mening kritiek krijgen. What's new? Maar ik deel graag mijn denken met jullie. Ja, helaas. Mijn haar groeit en nu ga ik een derde appelcake bakken als bezigheidstherapie en mijn programma op Top Radio Vlaanderen voorbereiden. Donderdagavond tussen 7 en 9. Jij zit toch in je kot, dan kan je beter naar mij luisteren.